Elke fabrikant op zijn website, daar hebben we het wel eens ja. vaker over als we een aspect ...studies heeft staan die laten zien dat het effect heeft. Dus die als dus. angeloze ja. consument ja. denk je, ja, slimme presteren ja. podcast... ...er is wel degelijk wetenschappelijk ja. onderzoek die dit bewijst. Ja. Welkom bij de slimme presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... ...en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over compressiekleding tijdens het sporten. Zinvol of onzin. Strakke Lycra-pakjes op de fiets. Hoge steunkousen tijdens en na het hardlopen. Waarom dragen zoveel sporters eigenlijk compressiekleding? En kan het de sportprestatie of het herstel eigenlijk helpen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja. Goedemorgen. Mhm. Mm Tijd voor uh, wederom een onderwerp waar we lekker onze hoofdvraag van deze podcast langs kunnen leggen. Ja. Is het zinvol of onzin? In dit geval hebben we het over compressiekousen. Nou eigenlijk breder, compressiekleding. Ja. Gaan even induiken wat we daar dan mee bedoelen. En vooral de vraag, nou, wat doet dat dan tijdens of na het sporten? En het leuke is, dit onderwerp is ook weer aangedragen door een vriend van de show. Als je deze podcast nu net nieuw ontdekt, je kan vriend van deze podcast worden. Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Dan kun je voor een kleine maandelijkse bedrag op die erenlijst komen. Die staat op onze website en op onze mailing iedere week. En Hans Luijendijk, dat... Ja, heb ik het nu verraden, Hans? Want hij staat in de lijst als sna. <laughs> <laughs> maar het is Hans Luijendijk. Hij mailde ons ook wel, dat is een tijd terug al. En hij zei, als trouwe luisteraar ben ik even op zoek gegaan, naar aanleiding van de podcast over vitamine D, wat er zowel aan ons vatbare, goedgelovige amateursporters wordt aangeboden. Toen kwam hij al vrij snel uit bij de steunkousen en compressiekousen. Daar zie je inderdaad veel advertenties voor. Ja. Uh, we hebben ze. Uh, nee, is het ja, ja. hoogzomer? Heb jij ze aan? <laughs> Nee, maar ik heb wel hele strakke onderkleding aan, natuurlijk. Hè. Maar nu. Goed, ja. Spannend. Ik weet niet of ik dit wilde weten. Ja. Um, maar uh, laten we even bij het begin beginnen. Compressiekleding, ja. wat nou, is dat? Ik kijk, iedereen denkt inderdaad aan, aan sokken. Maar toen ging ik een beetje literatuur zoeken. Daar komen we straks wel op. Dan denk ik denk, ja, maar misschien is het wel breder dan dat natuurlijk. Ik zie het als. Uh, waarvoor zou je het nemen? Is, uh, al, ja, als strak, iets, iets straks waarmee je eigenlijk wil vermijden. Dat uh, ja, bepaalde uh, lichaamsdelen uh, naar buiten komen of ja. uh, in bedwang worden gehouden. Nou ja, en dan, um, ik denk voor kousen, denk je al heel snel aan ja, uh, vocht, denk ik. Hè? Uh, dat de vocht ja, nee, niet in ik weet die, niet uh, zo goed. Ik zet een aan. We weten spoor van Hans. Ik zie ook al die advertenties. Ja. Uh, naast jouw corrigerend ondergoed, heb, heb jij, loop, jij, loop jij hard met steunkousen, tubes? Nee, heb dat dat weer he? niet. Tubes uh, zijn toch uh, steunkousen, maar dan zonder voet, geloof ja. ik? Ja. ja, nee, dat doe ik inderdaad niet. Maar als ik ga fietsen, heb ik wel een strakke... Uh, ja, een strak pakje aan. Ja. Dat is toch en, aerodynamica? Ja, dus dat is al één aspect, daar gaan we het niet over hebben. Nee, we hebben we al, een al een aflevering over laatst al gemaakt. Maar je kan je daar ook voorstellen, ja, je pakt daar toch je, je lijf wat strakker in dan normaal. Dat ja. doet het voor de aerodynamica. Maar misschien heeft het ook wel zin voor de spieren. Ah. Hè? Dat die bij elkaar worden gehouden. Dat er minder ruimte is voor... Nou, dan komen we al Waarom zouden mensen het doen? Betere afvoer misschien van uh, afvalstoffen, Dat doet het altijd goed hè, bij ja, mensen. Ja, dat staat er dan altijd op. Uh, betere doorbloeding. Uh, minder uh, uh, vochtophoping. Op die manier ga je denken aan... Uh, dat uh, ja, steunkousen, compressiekousen kunnen helpen. Ja. Uh, ik moet bekennen. Ik zeg al: ik ben waar Hans is. Ik ben er voor gevallen. In de zin, ik zie het heel veel. Ja. Ik ben altijd bang: baat het niet of schaadt het niet. Misschien mis ik wel iets. Er zal toch wel iets in zitten als zoveel van die mensen met die achtelijke ja. dingen lopen. Dus ik heb me op een gegeven moment, nou anderhalf jaar geleden of zo, een keer uh, liep ik in, uh, in Frankrijk in de Lidl. Naar laagste aanbieding dacht ik toch indacht in, ik slimmer presteren. Mocht het nou een marketing hoog zijn, dan ga ik niet heel veel geld aan uitgeven. Maar wat is het? Voor 6 euro of zo ja. kan ik geen breuk aanvallen. Dus voor de mensen die op Strava, door mijn profiel. Ik heb wel al een aantal keer maar van die achtelijke hoge sokken. Oh ja, die Devils trail, 36 ah, heb oké, ik ermee gelopen. Toen ja. dacht ja, en... ik, nou ja, wat ik er in ieder geval nog fijn aan vind, is ik, ik klats wel eens. Ik heb een beetje o -benen, Dus ik klats wel eens met mijn hakken zo tegen mijn kuiten en zo. Nou, dan is het eigenlijk wel lekker dat daar uh, dan sok zit. Ja. Uh, het voelt echt strak. Ja, nou, ik zei al niet voor niks. Het waren de van zes euro ja. van de Lidl. Dus uh, ik merkte. moment <laughs> begon het ook een beetje af te zakken. Moet je een beetje je sokken op gaan trekken. Ja. ja, nou, ik denk dus dat daar ligt al een. Ik denk dat in de studies die we gaan bespreken. daar zal echt wel. Uh, de, uh, ja, goede compressie uh, uh, gevonden zijn. Hè, ja. op, daar is men van uitgegaan. Maar daar zit al een punt van waar is de scheidslijn tussen gewoon. Oh, kleding en. Compressiekleding. Ja. Ja, hey, Want compressie, Jurgen, klinkt mij als een technische, misschien wel medische term. Samen drukken, ja. ja. Compressie, ja. Compressie. Kleding die samendrukt. Dus ik denk dat je dan als gouden maan moet je hebben. Nee, nou, je gaat eerst bijvoorbeeld als jij een compressie maakt. Druk, drukt wat samen. Ja, ja. Uh, je, in, in dit geval, ja, wat zit er om, uh, om je kuit? Daar zit uh, vet, uh, ja, huid, spier. spier, veel vocht sowieso, altijd, bloedvaten. Nou, ik denk dat men gokt dan met name op uh, bloedafvoer vanuit de venen. Je hebt aders, de ja. slagaders, arterieën, die gaan over in de haarvaten en de venen. En die venen, dat zijn een beetje slappe ballonnen. Mm -hmm. Daar kan uh, het bloed heel uh, ja, uh, in uitzakken. En dat wordt natuurlijk ook altijd een beetje gezegd van nou, dat je in beweging moet blijven toch wel dat, Het zijn niet de etalagebenen, want dat zit weer in de slagaders. Maar de, eigenlijk, het, het bloed zakt naar beneden natuurlijk. Dus als jij lang staat, dan is als je in de venen gaat inzoomen. zit daar gewoon een hele plens reservoir van bloed opgehoopt. Wat natuurlijk wel langzaam terugstroomt naar je hart. Maar ik denk dat je met. Dat is de belofte in ieder geval van compressiekleding of compressiesokken. Dat de venen daarbij eigenlijk al een stukje samengedrukt worden. Waarbij je dus geen ophoping van je bloed daar krijgt. De afvoer daarmee versneld wordt. Uh, en, en dat... Waarom is dat een en bij hetzelfde? Als ik geen en want ik zit te denken: oké, okay, allemaal extra bloed in mijn benen is bijvoorbeeld zwaar. Moet ik meezuilen? Ja. Maar waarom wordt het de, de afvoer bevorderd? Één. Nou, het andere is wat je hebt: is dat dat weer extra druk opbouwt aan de veneuze kant. En, dat heeft dan, en daarmee wordt ook weer extra vocht uit de bloedvaten, uit de haarvaten, weer naar het weefsel geperst. Dat is ja. een bepaalde balans. Dat is één. En ten tweede, ja, het gaat natuurlijk om totale weerstand van uh, van jou op uh, je bloed ja um, ja, ik denk, ja, ik denk dat je gewoon een uh, effectievere manier het hebt. Stroom beter rond ja. als het niet daar uh, gebufferd zit. Ja want eigenlijk heb je gewoon een extra pool die daar lang blijft hangen. Je ja. Het wel ververs, het is niet zo maar, nou ja, nogmaals je hebt een andere drukverdeling ja. dus je hebt meer druk in die venen wil je eigenlijk niet dus niet help je. Ga je zeggen, ja, uh, zijn mensen hebben het vaak over spierpomp. Ja. Daarom is het belangrijk om te lopen, te wandelen sowieso. Want uh, de, dat zorgt er al voor De automatische spieren, die venen, eigenlijk samen drukken, die aders. Ja. Waardoor op die manier ook het bloed omhoog geperst wordt. Nou, en het andere is, aders hebben wel kleppen. Dus op zich is er wel altijd een, een soort. Uh, vangnet, waardoor eigenlijk niet alles zoals je. Ja, je hebt nu een voorstelling van dat daar een paar liter bloed zo naar je benen zakt. Zo is het niet. Er zijn kleppen voor, maar stel dat je kleppen wat minder goed functioneren. Dus goed punt. Fysiologisch gezien, wat gebeurt er precies met compressiekous? Ik denk dat uiteindelijk. Dan, dan wat je het goed moet doen, is eigenlijk of met een MRI-foto zelfs een, een, een van binnen kijken. Ja. In ieder geval, je kan aan de buitenkant is een, uh, de omtrek van jouw been meten. Uh, zonder uh, compressiekous met. Ja. En als dat iets is afgenomen, mag je aannemen: dit is een compressiekous, toch? Ja, eens. Waarbij je uh, minder bloed waarschijnlijk aan een veneuze kant zit. Waarschijnlijk ook minder vocht eraan gerelateerd. Nou, dat zijn denk ik de. Wat? Voor mijn gevoel het ook doet, maar ik ja. weet niet of dat uh, beleving, placebo of wat dan ook is. Ik heb inderdaad toen die kousen, maar ik heb ook zo'n uh, in de winter zo'n ondershirt, wat mm -hmm. ook super strak en elastisch is. Ja. Wat voelt alsof het mij helpt, hè? alsof het me gewoon wat meer core stability geeft. Ja. Ja, dus is een soort er ook nog iets? Uh, idee. Nou, bijna. Ja. Maar is het dus dan ook nog zoiets dat het soort van... de elasticiteit van dat materiaal... en het feit dat het straks zich gewoon helpt in, ja. in de spierbeweging? Vind, dat vind ik lastig, hoor. Want dan bedoel, ja, je hebt, aan de ene kant heb je het al over elastisch. Ja. Dan beweegt het weer mee. Er ja, zit dus een bepaalde uh, ja, trade-off... tussen elasticiteit en, en stijfheid, denk ik, toch? Ja, ja. Uh, Daar weet ik dat durf ik weinig over te zeggen. Ja, het kan wel op bepaalde manieren. Ja, of nou echt jouw spieren op de goede plek neerzet. Nee, oké. Okay, die niet. Nou, dit, dit, ik, ik ervaar dat zo. Ja. Maar het lijkt er ook op alsof ik niet echt met compressiemateriaal werk. Ja. Want ik heb ook wel geleerd. Een comp echte compressie kous trek je niet zomaar aan nee. en uit. Natuurlijk. Dat is echt super strak. Ja. En die je dat ja, te koop bij de betere uh, handelaar zo, of fabrikant. Ja. Nou, daar is wel wat onderzoek naar gedaan. Dus de eerste is toch wel interessant waarom dragen mensen dit? Nou, je haalt me de woorden uit de mond. Wa en, waarom en wanneer? Nou, ik vond een recente Utrechtse studie... die hebben gewoon uh, gedacht van... Ik, we willen dat ook eens weten. En die hebben bij 500 mensen met die, die, uh, die kousen gevraagd van... waarom? Waarom ja. doe je dat? Goeie advertentie. Nou, en wie zijn jullie? Nou, het zijn, de meeste zijn duursporters sowieso... waarvan 80-90% hardlopers. Mm -hmm. Nou, daar zie je dus meestal terug. En nou, gewoon een simpele vragenlijst. En waarom? Nou, dat gaf de meerderheid, denk ik nu al rond de helft sowieso aan, ja, ik heb ooit een blessure gehad, achilles kuitblessure, en die wil ik niet dat die nog een keer terugkomt. Belangrijke groep. Oké. Okay. Dus dat zou dan. Uh... Blessurepreventie. Ja, en okay. vooral van een bestaande blessure die je niet terug wil komen. Een, een, een iets kleinere groep die gaf aan van ja, we hebben lichte pijntjes, we voelen een blessure opkomen en we hebben al, of we hebben al pijn. Dat willen we eigenlijk verminderen. Dus, wellicht, nou ja, als jij al iets voelt. Maar ik zit toch te denken: dat is dan toch een beetje in die, in die rol van het woord wat we opgezet Maar Het exoskelet. Of in ieder geval iets, iets ja, ja. aantrekken wat jouw fysiek ontlast. Ja, maar als dit. Nou, maakt niet uit. Vertel ik verder. Wat waren er meer motieven? Maar je kan ja. je wel voorstellen: misschien is als jij een pijnlijke spier hebt, je drukt erop. Dan heb je minder pijn, mm -hmm. vaak. Uh, als, het, als het echt strak zit, ja, die mensen zeggen dat ze daarvoor doen. We hebben een pijntje en we trekken ja. die aan en we hebben deze minder studie pijn. is in die zin nog niet verklarend, nee. maar meer uh, empirisch. Laat ja. mij dure woorden gebruiken. Maar in ieder geval, ze kijken dus wat zien we in het veld en, en waarom ja. trekken mensen dat aan. Nou, en dan heb je nog een, een groep van 15% die zeggen, nou, we willen beter herstellen. Ja. Dus hmm. dan heb je het weer over spierpijn en spierschade Dat hebben we natuurlijk al eerder over gehad Goed, bij over ik toevallig de laatst ook hè, in een, een, een andere podcast uh, met Dixon de, de Purple Patch ja. podcast die zei ook zo in een bijzin ook even ja als je hard getraind die had een podcast aflevering over back to back races nou trek lekker je compressiekousen aan doe alles aan je stel toen dacht ik hmm, ben ik nou ja. omhoog nou met Hoezo dan? Ja. Ik denk, dat kom ik deze aflevering achter. Sommige, 15% of na nou, 10%, gaf aan betere prestatie. Ik loop er sneller door. Mm -hmm. Nou, eh, grappig, 0,2% deed om er, uh, goed, uh, om er goed uit te doen, deden ze maar. Dat, ja, dat, ja, dat is wel heel eerlijk. Dat vind ik wel heel eerlijk. Dat is niet dat de, je dat de main reason. Dus iedereen beseft volgens mij... Ik herken dat, zijn... dat niet trouwens. Ik voelde me echt voor ja, nee, met daarom. daarom is dat percentage ook wel heel laag, denk ik. Lef hebben... Ik denk dat er weinig mensen zullen zeggen... ja, ik doe het om, om er goed uit te zien. Ik vind het mooi. Waarom... Ja, nee. nee, iedereen weet toch dat ze en lelijk zijn en... Uh, ja, toch? Ja. Nou ja, dit de lijkt me... De wenkbrauwen optrekken van... Ja, dit hey, lijkt me een moment van interactie. Ed Slimmer Podcast op ja. Twitter en Instagram. Als je nu zegt, nou, ik ben helemaal niet lelijk. Dus Kom het er maar in. Als de, dat je met een te strak uh, wielerpakje uh, 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 beneden zit... en je, je kinderen komen langs. Papa, wat ga je doen? Ja, ga ja. fietsen. Oh, nou, moet, moet dat in dat uh, ja zeker Doe eens wat doen. normaal dan. Ja. Nou, Even uh, blessurepreventie vond ik wel. Daar ging het. Aan. Ja, dat is interessant. Andere Rotterdamse studie gevonden, ook heel recent. En die hebben uh, het anders benaderd. Die hebben uh, 2.500 recreatieve lopers gevonden gewoon. Die aan loopjes meededen van 5 kilometer tot marathon. Ook weer een vragenlijstje opgestuurd van... Hé, uh, hey, wanneer krijgen jullie een... Uh, een uh, hou even bij of je blessures krijgt... En daarbij hebben ze een paar vragen gesteld: van nou had je in het verleden blessuren Draag jij uh, misschien compressiekousen? Nou, een paar meer, meer van dit soort dingen. En um, kwamen uit van 2500 kregen inderdaad een blessure van de Achillespees. Daar ging het hun om. En dan gingen ze kijken naar nou, de meerderheid daarvan, die had in het verleden al wel een, een blessure gehad. Maar zij vonden als risicofactor, naast het hebben van een eerdere achillespeesblessure ook het feit. Dat uh, je uh, compressiekousen droeg. Niet. Ja. Niet. Nee, dat hebben ze gewoon in dat artikel neergezet. En toch is, even, is risicofactor, zo. ofwel, dat is voor wetenschappers, die hebben een, een, een mooie ja. tabel en data, die zien daar iets en die zoeken een verklarende ja. factor. en zeggen: hé, hey, bij alle mensen Precies. die dat hebben, zien we dat ze ook veel. De risicofactor was, was duidelijk van eerder bessuren gehad. Ja. Nou, dan ben je uh, extra uitkijken met. Met een erfelijk belast, we maar voor het, voor het gemak zeggen. Maar in ieder ja. geval, ja, ja, lichamelijk belast om het nog een keer te krijgen. Een het volgen van het trainingsschema vonden zij ook een risicofactor. Maar hey, minder mooi bruggetje ja. naar de eerdere aflevering over bijvoorbeeld en HV. En compressiekousen. Ik was er ook heel verrast door. Aha. Alsof dit is misschien... eigenlijk een hele grote red flag. Ja. Er is een, een hè? Dus een studie. Of ja. uh, zie je dit nee. vaak al? Nee, een studie ja. die zegt compressiekousen kunnen juist... Misschien omdat mensen zich veilig voelen met die kousen. Ook al in, uit die nou, Utrechtse ja. studie dat zeggen... ja, we voelen wel wat pijntjes, maar we trekken toch die kousen aan. Voelen we minder pijn of daarmee vermijden we het of zo... Maar eigenlijk is dat toch... Dus dan is nu bijna... wilde ik hier bijna <laughs> een... ik zie parapluus, dus parapluus veroorzaken regen. Ja, ja, ja. Maar dat is dus <laughs> misschien niet aan de, aan de hand. Het kan ook zijn dat mensen die al blessuregevoelig ja. zijn... die kousen aantrekken en daarom hier als risicofactor wel ja. uitkomen. Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed, het uh, geeft in ieder geval al aan van... om het vermijden van blessures, komen we ook nog wel terug... lijkt het toch niet echt veel uit te maken, nee. te helpen. Nee. Nou, gaan we denk ik verder op um, ja, presteren uiteindelijk. Daar doen we het allemaal voor, toch? Ja. Slimmer, presteren. We gaan podcast. Nou, dan moeten we. De, presteren gaat het om. Heb, heb er, uh, nut, hebben ze nut bij de sportprestatie zelf? Hardlopen vaker in dit geval. Kijk, wielrennen gaan we het maar niet over hebben, volgens mij. Daar zie je het niet. En dat toch? is ook aerodynamisch. Ja, daar ja, zie je de dat... lycra pakjes. Ja. Maar ja, goed. Dat, uh... Hardlopers, dan die dragen ze toch het meeste als het over die kousen hebben. En we gaan dan. Een... De volgende stap is het herstel. Kan ja, dat dan. En daar moeten we het ook maar eens over hebben. Want ja, ga jij dan na het sporten nog zo'n kousen aantrekken? Ik weet niet hoe dat zit. Ja, zei, dat eigenlijk. wordt dus gezegd. En dat wordt dus voorgeschreven. En, en ja, dus nu, nu missen wij hier je... de praktische ervaring. Ja, je doet het, kijkers aan, maar ook en na. luisteraars. Ja, juist. Maar je houdt ze aan of je doet dan een ander paar aan? Ja, of ga je dan een heel strak pak aantrekken, Gerrit? Hoe doe je dat? <laughs> nee, ja, ik doe dat, dat dus niet. En ik denk een beetje kak. Hier hadden we ons moeten verdiepen. We hadden ja. ervaringsdeskundigen moeten bellen. Dat hebben we niet gedaan. Dus lieve luisteraar of kijker, reageer even mee. Als wij hier nou onze blinde vlek hebben, laat het maar weten. Dan maken we compressiekousen deel 2. Uh, waarom zou je die dingen aantrekken voor herstel? En doe je ze dan inderdaad na je prestatie aan? Dan lijkt het wel. Matt Dixon zei dat in die podcast. Ja. Dus je hebt een race gedaan en volgend weekend heb je er weer een. Ga maar lekker rondlopen met je compressiekousen. Ja. Nou, daar hebben we het toch over, want er zijn wel studies gedaan, hoor. Na, puur naar herstel. Alleen dan is de vraag wanneer jij en hoe lang jij dan die compressiekleding aandeed. Ja. Ik moet nog even denken. Kook ik toch weer op, op, mijn, uh, op uh, mijn boek? Ja. Even te Dion Beukeboom die ging. Dat is een tijd geleden dat we het erover ja, gehad ja, hebben. Jurgen van Tevelen duurt. is niet alleen bekend van TV Sportlapsetalk. Man, man, man. Maar ook auteur van het boek daar Het maakbare uur. Nooit mee begon. Over het werelduurrecord. Dion Beukenboom die zag ik ineens. Uh, in, uh, in Mexico stuurde hij een appje, een foto. Daar lag hij in een of andere maand mannetjespak op bed. En dat was door een uh, lokale fysiotherapeut die hem daar hielp uh, aan uh, gemeten. En volgens mij, ja, uh, ja je komt twee kanten op. Daar werd lucht uitgehaald of ingelaten. Kijk, als je het uithaalt, dan wordt die vacuüm een beetje getrokken. Ja, ja. lekker compressie. Ja, uh, <laughs> en aan de andere kant werd er lucht ingevoerd. Dat deed hij dus als een soort herstelvorm. Dus dat is eigenlijk de ultieme compressie van het hele lichaam. Hij lag met arme benen, noem alles maar op, lag die... in ieder niet wel, arme benen, in ieder geval voor zijn gedeelte. En dat deed hij dan een uurtje of zo. Dus dan kan ik me voorstellen, dat is puur gericht op herstel. Waarbij je eigenlijk maar aan welke, de buitenkant... Welke component van herstel dan? Want we hebben een aantal weken terug, voor de zomervakantie, hebben we het even gehad over ja. de cooling down. Ik denk hebben dat we nog een keer heel erg stil gestaan bij alle aspecten van herstel. Er komen heel veel dezelfde dingen bij kijken: uh, afvoeren van afvalstoffen wordt daar genoemd, maar betere want, want, bloeding. Omdat dus de bloeding verbetert, omdat ja. de venen waar jij het over hebt, ja. daar Worden slaan we geen bloed op. Dus al het bloed is beschikbaar ja. voor circulatie. Ja, dat is er één. Uh, eventueel vocht wat vrijkomt bij uh, ontstekingen ontstekingsreactie. dat weten we. Er komen die geven ja. mediatoren, histamine. Histamine zorgt eigenlijk voor dat jouw bloedvaten een beetje lek worden. En daardoor kan er meer vocht gaat naar buiten in het weefsel. Nou ja, dan krijg je eudeem, ja. een groot woord. Dus dat is vochtophoping. En je kan je voorstellen dat als dat te veel is. Ja, als die, die ontstekingsreactie uh, een beetje uit de klauwen loopt. Dat je dat wil beperken. Krijg je dikke poten. En, ja. En, en vocht om de spieren heen is ook weer niet handig. Dus daar wil je eigenlijk beperken. Nou, dan, op die manier kan je dat doen. Gelukkig hoorde ik jou net zeggen, daar zijn studies naar gedaan. Dus ja, het, het gisteren maar kan dat, stoppen. dat is het herstelstuk. Laten we ja. nog even de prestatie nemen. Die eerste? Oké, okay, komt herstel zo. Review 2016 bij hardlopers. Nou, die hebben gekeken, wat doet het sowieso? Dus ze hebben alle bestaande art artikelen uh, onder de loep genomen. Wat doet het op de, de hardloopprestatie zelf? En na afloop: uh, eerst hardloopprestatie zelf. Geen enkel effect van het dragen van uh, die, uh, die, die kousen in dit geval. Toch even benieuwd. Meten we dan. Dezelfde proefpersoon die dezelfde test doet met en zonder compressiekous? Ideaal, terwijl ik denk het wel ja, dat het ja, meest ja, is. Of ja. ze hebben twee groepen die heel ja, goed gebalanceerd, ja. precies dezelfde. Kortom, uh, ja. je gaat er niet sneller van. Nee, op. je gaat er niet sneller van 400 meter hebben gekeken tot aan de hele marathon. Huh? En uh, daar zullen genoeg data van zijn, volgens mij, om aan te geven. Nee, daarop maakt het dus tijdens en ook dus aerodynamisch. Geen denk enkel je. effect. Nee. Ja, maar ja, waarom zou dat dan... Nou, omdat ik toch met een heel goed gevoel mijn hoge strakke kousen ja, heb aangetrokken maar ja, ik bij al, die 36 spier, kilometer. Ja, hoef ik zei al, die helpt al tijdens het hardlopen. Dus dat legen van die venen, je krijgt dat al geen Dat gebeurt dan over. al, ja. Dus misschien beperkt het juist een beetje. Hmm. Kom ik nog zo op. Uh, ze hebben ook gekeken naar zuurstofopname tijdens het hardlopen. Dat is in het laboratorium. De hartslag, hoe die ja. uh, uh, reageert, respons. En de temperatuur tijdens het hmm. hardlopen. Geen enkel verschil met of zonder die compressiekous. Nou, maar... <laughs> hebben we het geluidseffectje? Ja, die <laughs> hebben we, maar die hebben we niet bij het trom Z-tromboon. Maar anyway, geen dat enkel zijn, effect. Ja. Maar, kijk, hebben ze gekeken naar de klaring van lactaat. Ah, tijdens inspanning. Ja, hè? hebben ze toch gekeken, dan was dat beter, sneller? Hebben ook inspanningstesten gedaan van de tijd tot uitputting, dus op een loopband. Ja. En dan hielden ze het langer vol. Shit. Ja. Dus een oh. ander soort test is dat natuurlijk. Okay, dus dus jij... we, ik was te snel met de conclusie... geen enkel effect. Nee. Wel degelijk effect ja. op het volhouden. Ja, precies. Tijd tot uitputting. Loopeconomie hebben ze ook gemeten. Dus hoe efficiënt jij loopt. Ietsjes efficiënter. Maar nu snap ik iets niet. Als, ja, waarom... ik, als ik het langer volhoud... als mijn lactaat beter geklaard wordt en ik loop efficiënter. Hoe kan het dan in die eerste twee studies net, die je noemt, dat daar geen verschil wordt gemeten? Ik denk dat het ook, dat zijn niet te vaak dezelfde studies geweest. Nee, hè? dat snap ik, Want maar jij dat, denkt... dat zou, die effecten zou je dan toch ook in die eerste studies Ja, studie maar zo, ja, zo complex is het. Ja, zelfs iets efficiënter lopen, misschien gaat het wel ten koste weer van uh, iets, uh, iets anders. Blijf jij iets... Uh, uh, ja, ja, maar dat is wel anders? interessant om die twee dingen te duiden. Dus als je dus meet op een, ja. één specifiek aspect, kun je wel degelijk wat vinden. Ja. Daar zullen natuurlijk alle verkopers van steunkousen mee schermen. Is, Kijk ja. eens, deze studie. En die andere is eigenlijk wel interessant als je gewoon op de overal prestatie kijkt. In dit geval tijd, denk ik. Hè, dat je ja. over die afstanden doet. Geen verschil. En daar gaat het uiteindelijk, uiteindelijk gaat om. Uiteindelijk gaat het daarom, ja, Dat ja, geeft zeker, al, ja want zeker. de prestatie is natuurlijk een, 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 een som van allerlei factoren waarbij economie... Je ja, kan je voorstellen, je vindt het misschien iets significants, maar ja, als dat uh, een klein effect is, ja, draagt dat dan niet bij aan die tijd in maar ieder geval. Maar ik vind het wel fijn om even ook te helpen dat natuurlijk elke fabrikant op zijn website, daar hebben we het wel ja. vaker over als we een spreken, studies heeft staan... Die laten zien dat het effect heeft. Dus die als dus. angeloze ja. consument ja. denk je, ja, slimme visiteren ja. podcast. Er is wel degelijk wetenschappelijk ja. onderzoek die dit bewijst. En daarbij ook nog, en dat vinden wij ook, de ervaren mate van inspanning. Ja. Ook positief iets minder. Ja, dus, ja. Toch, wat ik ook merk met ja. mijn devil's trail. Je gaat er niet harder op, maar het voelt uh, alsof het lichter is. Ja, nee, dat is het. En na afloop hebben ze daar al een beetje gekeken, komen we zo nog op. op uh, spierschade en eigenlijk die on ja de die, die de doms ja. spierpijn hebben ze ook gezegd ja wel positief het voelde mm. alsof je minder spierpijn had en sommige studies laten inderdaad zien de minder spierschade aan de hand van die enzymen in het bloed oh. alleen nogmaals dus ik, misschien mogen mogelijk... vind ik het dan hebben we nog verwarrend. Ja. dus je zegt op allerlei individuele aspecten vinden we wetenschappelijke studies die zeggen hey dit helpt ja maar moeten we dan die ene overal-studie in twijfel gaan trekken? Of is dat een hele grote studie nee, dat, waardoor we dat wel. Ik denk mogen... dat je de beste resultaten haalt uiteindelijk aan, uh, aan de, de, de tijd inderdaad. Van echt de prestatie die jij haalt op die 400 tot, tot mar marathon. Ja, ja ik daar twijfel ik het minste aan. Aan de andere kant denk ik: nou ja, goed, als jij zegt, nou, maar, ja, ik, ik loop niet efficiënt, ik kan daarin geholpen worden of. Ik vind het lopen toch zo zwaar. Of, uh, en, en, ja. Doe lekker een paar lelijke sokken nou, aan. Nou ja, op die manier. En als jij zegt, hé, hey, maar uh, in dit geval volgens mij ging het dan... Je hebt je sokken aan en uh, na afloop ga je ze niet meteen uitdoen. Hè? Dus die hou je nog een half uurtje aan. En dan hebben ze twee dagen later gevraagd... Van, heb je nou gelast van je spieren? Ja, nou ietsjes minder. En dan komen we op dat volgende Allop, onderwerp, die, dan, die effecten op herstel. Ja, en dan hadden we echt, net al even een voorschotje op ja. te nemen. Dan gaan we een beetje af van het hardlopen, want ah, die is toch conflicting misschien nog wel meer. Die heeft meer echt compressiekleding gekeken en naar, uh, want die kijken eigenlijk naar verschillende vormen van sporten. Niet alleen hardlopen, maar juist heel veel krachttraining. Mm -hmm. Daar is heel veel werk gedaan. Uh, die hebben eigenlijk gekeken bij uh, naar mensen die ja, uh, in, in het krachthonk hun, uh, hun training afwerken. En, maar daar komt het al, wanneer doen die hun compressiekleding aan, weet jij dat? Ik kom, ik kom te weinig in de sportschool om dat te zien. Ook niet, je die erom... al tijdens of na? Nee, volgens mij, als ik even nu aan een klassiek beeld van de sportschool denk, dan lopen ze daar in halter, uh, halterhemdjes en, uh, en korte broekjes, toch? Ja. Ja, ik, ja, ik ben ook al een hele nou, tijd ja, niet ik meer zal geweest. Het zou afloop zijn geweest. Maar ja. dit is wel, want dit is echt een meta-analyse 2017, iets recenter. Die hebben echt wel honderden studies bekeken. En wat vinden die? Nou, die hebben een en onderscheid gemaakt tussen, uh, oké, okay, we willen kijken naar herstel van uh, een, uh, een training. Uh, wat doet compressiekleding daar op die herstelfase? Mm -hmm. En dan hebben ze eerst gekeken naar puur prestatie van, uh, nou, in het geval van spierkracht, dat is een, een parameter waar ze kijken. Sprintvermogen, en dat is dan met name van ja, korte sprintjes, kun je die sneller doen nadat je compressiekousen in die herstelfase hebt gedragen. Um, of ja, sprongkracht hoort daar ook bij, een beetje sprintvermogen en duurvermogen. Ja. Nou, en al die studies op een rij gezet. En hebben ze gekeken ook uiteindelijk naar welke sporten heb jij eigenlijk ja, je gedaan van tevoren. En nogmaals, dan heb ik het over puur herstel, maar ik weet niet goed, dat zeggen die studies niet heel duidelijk of je compressiekleding al tijdens aan had en ook een stukje daarna. Of dat je het pad daarna aantrok. Okay. En hoe lang dan ging jij, want ze meten vaak 24 uur later. Ja, ik denk niet dat mensen 24 uur met die dingen hebben geslapen. Een... Ja, toch? Nee, nou ja, ja, nee, ja. jeetje. We wat. Ik voel een uh, aflevering ja. 2 aankomen over dit onderwerp. Maar we zetten hem nu vast op. Wat ja. vond deze studie? Nou, deze studie vond, en dan, um, ja, dat is toch, komt die kleine effecten. Maar omdat ze zoveel studies bij de hand hebben genomen, zeggen zij wel very likely benefits. Hmm. Dus ja, zeker wel voordelen. Klein, maar ze zijn er zeker wel. Ja, dan is eigenlijk uh, wat zij doen, zij, die zie je dan heel vaak in dat soort studies, zijn uh, tree plots. Zijn zijn boom, boomplotten. Nou, maar ja. heel snel. Je hebt een stam ja. en je hebt natuurlijk de takken. Ja. En dan zetten ze alle studies onder elkaar en dan hebben ze eigenlijk de, de linker tak is dan Favors Control, dus de controle situatie. Ja. In dit geval iemand zonder compressiekleding. Ja, ja. En Favors de, de compressiekleding, ja. die zet je de andere tak. En dan kun je natuurlijk zien als die boom allemaal takken aan de rechterkant, aan heeft. De rechterkant heeft, dan zie je heel veel effect van je compressiekleding. Als dat gewoon uh, heel mooi in evenwicht is, is er geen effect. En die tellen ze eigenlijk op, en dan kom je uiteindelijk bij een, een slot, uh, nou ja, een resultaat. Mm -hmm. En dan zie je ja, in, nou, net rechts van die stam, zie je toch gemiddeld genomen een, uh, een verbetering, of, of ja, een, dat die, in die compressiekleding van in ieder geval de kracht. Dus De maximale kracht in armspieren, beenspieren. Meestal, of de meeste het ideale moment. Of na acht uur wordt gemeten, of met met name 24 uur mm -hmm. van compressiekleding. Zeker. Dat uh, is positief. Mm, kijk je naar sprintvermogen, dan zeggen ze, nou, daar hebben we twijfels over. Als dan hebben ze een Wingate achtige test gedaan, hebben ze gekeken naar korte sprintjes en naar sprongkracht. Mm -hmm. Ja, dan zeggen ze: Ja, dat zit er bijna te veel nog tegen de stam aan. Ja duurvermogen zeggen ze ah daar zien we ook een licht positief effect alleen daar hebben ze slechts nou dan moet ik wel eerlijk zijn een stuk of tien studies oké okay. en echt uh, vergeleken met die andere twee parameters die sprintvermogen en, en die zijn veel beter en de, de pure spierkracht veel beter uitgeonderzocht. Ja, uh, onderzocht kortom um, ja positief effect van compressiekleding in ieder geval spierkracht en mogelijk duurvermogen omdat er en dus studies zijn. Mogelijk op herstel. Als we ja, nu even de die, hele aflevering gaan proberen samen te vatten. Want op herstel, dus... want het gaat hier om een meting die je vindt, ja vaak een dag later doet. Ja, Dus op herstel en dan. Dus Jazeker. Alleen komt weer. <laughs> heel veel studies die zijn gedaan bij hardlopers. En als we nou alle hardloopstudies apart nemen. Onder de loop. En dan kijken naar. 24 uur later de spierkracht. of het sprintvermogen. en zelfs het duurvermogen. Dat zijn ook een paar. twee van die zes studies. daar zien we dan eigenlijk geen effect. Hè? Dus, dus, dus wel... we, we beginnen. Dat is leuk. Je hebt ons ja. in een reis door een aantal studies meegenomen. Al die studies zijn ook te vinden in de show notes. Je zegt: we hebben gekeken wie gebruikt het. Nou, vooral hardlopers. Ja. Dan hebben we gekeken: pas op, daar zit daar een soort valse risicofactor voor mensen met een blessure. die misschien wel denken, nou, ik doe het tegen mijn blessure, pas op, want je loopt er toch gewoon doorheen. Dan kijken we naar prestatie en uh, herstel. Dan zien we wel degelijk effecten, maar eigenlijk niet bij hardlopers. Dus misschien voor het is het herstel, dus ja. wel: maar als je het... aan het volleyballen bent of gewicht heffen of basketballen, doe het dan maar. Dat is dus omdat die, die benadering van die laatste. Die hebben die volleyballers echte, hebben trouwens wel vaak hoge sokken, ja. maar volgens mij niet compressie. Die, nou ja, dan moet je maar eens even checken. Ja. Dus dat is ook een andere benadering. Hè. Kijk, in de eerste instantie de Utrecht-studie wil, die ging al uit van mensen met compressiekleding. Ja. Die gaan ja. we checken, naar nou, de meeste hardlopers. Die laatste studie, die review, die heeft gewoon puur gekeken. Oké, okay, uh, effect van compressiekleding op herstel. Waar vinden we de meeste studies in? Nou, dat zijn hardlopers een belangrijke groep, ja. maar ook krachttrainers. Dat is ook uh, mensen die een krachttrainingsprogramma Die allemaal samen, die hebben gezorgd dat ze in ieder geval uitspraak kunnen doen. Wat doet het op spierkracht? Ja. En maakt het iets uit van welke uh, activiteit jij eigenlijk van tevoren hebt ondernomen? Ja, dat maakt wel uit. Als jij een uh, krachtcircuitje afhandelt en daarna compressiekleding of tijdens aandoet. Prima, want vier uur later heeft dat, ja. Ja, geeft het een sneller herstel. Want jij hebt meer kracht dan als jij dat niet hebt gedragen. Ja. Alleen als jij en zij hebben best, ze hebben echt genoeg studies. En dit laat ook zien: van, oh ja, nee, ja dit, uh, dit inderdaad. Oh nee, dat, de studie puur bij de hardlopers, dat ging over prestatie tijdens. Ja. Niet, die liet alleen zien dat herstel ogenschijnlijker sneller was omdat ze minder spierpijn hadden, maar in die studie hebben ze natuurlijk niet gekeken naar is het herstel echt op prestatie. Precies verbeterd. verbeterd. Hey, dus... En uh, voordat we naar een conclusie gaan, ja. gaan we zo even zoomen met onze topcoach. Kijk, uh, vriend, van, coach van de show, uh, Guido Vroemen... toch even alvast een, een even gluren naar de topsport, <laughs> uh, de marathonlopers, Kipchoge en zijn vrienden onder twee uur lopen ja, die allemaal wel, met he? compressiesokken. Nou, Kipchoge heeft wel van die lange mouwen. Ook. Is maar... dat compressie? Nee, de hele kou, dat is kou. Nou, maar ik denk bij hun zelfs aerodynamisch. Die gasten gaan natuurlijk knetterhard. Ja, en we hebben het al gehad bij het fietsen dat pas maar naar 40 km per uur een beetje interessant wordt. Zij lopen boven de 20. Ja, misschien dus begint Zagen daar we, al aan Eindelijk in de effect. aflevering van ja. aerodynamica, dat bij 20, dat toch ook wel. wat Ik zit, denk ik, heb joggen zoem altijd in op zijn uh, schoenen natuurlijk. Ja, maar niet op zijn heeft, sokken. Heeft die sokken, ik weet het eigenlijk niet. Nee. Of je bij die loopt. Nou, laten we het uh, maar gewoon aan Guido gaan ja. vragen. Steunkousen, zinvol of onzin, wat doet hij met zijn atleten? Doen we. We gaan zoomen met voemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Hey. hey. hey we hebben een aantal afleveringen terug jou gevraagd om je handen en je polsen voor de camera te houden. Uh, misschien voor deze aflevering moeten we even je sokken zien. Heb je lekker compressiekousen aan daar onder tafel? Nee, nee. Ik heb gewoon uh, lage sokjes aan. Ja, dan kom ik zo goed. Dat ga ik niet trekken. <laughs> Probeer het okay. wel. Heel goed. Heb je ze wel eens aangehad? Ja, 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 ja. Ja, ja vanuit de beginfase hè. Toen, toen ze net op de markt kwamen, samen met Harold Herzog. Hebben we daar best, heb ik daar best veel uh, uh, aan meegewerkt om te kijken van nou uh, ja, wat, wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, kun je dit eens proberen, kun je zussen eens proberen. En wat werkt wel, wat werkt niet? Ja, niet voor iedereen. Er is niet voor een standaard, eh, voor iedereen werkt dit wel of dit werkt niet. Sommigen hebben er echt wel baat bij. Eh, door ze te gedragen, eh, de hardlopers met name. Eh, die die al een dus, ja, specifieke nou ja, kuitklacht steeds hadden. En door het dragen van die compressiekousen dat niet meer hadden. Eh, dat, eh, daar, daar was het wel bij. Ja, werd wel... Ik ben er niet zo van overtuigd dat het... Eh, eh, Um, blessures kan voorkomen. Nee. Um, zeg maar, tegenwoordig, waar ik ze mensen voor uh, laat gebruiken, is eigenlijk puur na inspanning, dus voor het herstel. Um, en als je uh, lang moet zitten en uh, reizen moet, ah, okay. dan altijd die dingen aan. Dat is wel Want interessant. Een, echt... een van de belangrijke vragen en kennislacunes in deze aflevering ja. was inderdaad, goh. Ik zei tegen mij, doe je dan echt... Je hebt een wedstrijd of een training gedaan... Doe je, daarna doe je die compressiekousen nog eens aan. Ja. Zo is het. Ja, want dat is zeg maar... Weet je, je hebt een soort... Je hebt altijd wel wat vochtophoping. En, eh, en als je daarna na de wedstrijd gaat... Eh, dan ga je zitten. Benen hangen omlaag. Dus dan eh, wil je eigenlijk zoveel mogelijk terugstroom hebben. Weer van alle vloeistof eh, vanuit je vaten terug naar het hart. Zodat alles... He, weer um, nou ja, geresorbeerd wordt. En door die druk op de onderbenen te geven, krijg je een snellere terugstroom. Want die vaten, de gewone aders, worden daardoor een beetje platgedrukt. En daardoor gaat de, de stroomsnelheid omhoog. Aha, dus dat, op die manier is dus. Uh, dat, en dat doe je eigenlijk direct al zo snel mogelijk na die training, na die inspanning. Ja. Op zich, weet je, het is niet zozeer dat je daar zo'n zo golden uh, hour hebt. Of uh, zoals je dat met uh, eiwitten uh, en, en koolhydraten eten direct naar de training hebt. Dat niet, maar um, uh, je kunt dat wel nadat je die training en je, gaat, uh, je ligt onderuit of je zit op de bank, uh, zoals jullie. Uh, dan kun je natuurlijk gewoon je, je compressiekousen aantrekken. Um, om dat een beetje te ondersteunen. En hoe, hoe lang de, uh, zou je dat dan doen? Wat doe je dat? Ga ja. je er ook mee slapen? Nee, dat wordt, me dat wordt meestal niet uh, aangeraden, omdat je dan eigenlijk gewoon plat ligt. Dus dan is eigenlijk, um, het, het, ik heb het wel eens gedaan, het is, als je goede vaat hebt, dan is, gebeurt er natuurlijk eigenlijk niks, maar er zijn altijd van, ja, maar als er nou iemand een beetje vaatleiden heeft, dat het dan te lang stilstaat, dat je dan trombose neigingen zou kunnen krijgen, omdat het te lang stilstaat, het bloed ergens in, ja, dan wil je dat, wil je niet. En dat is eigenlijk net zoiets als een kans van dat je gevaccineerd wordt. en uh, 0,0004% uh, 20, 20 ja. heeft een trombose. Ja, dat kan hier ook. Ja. Hey, en je zei een tweede applicatie is als mensen lang moeten reizen: vliegtuig, bus, auto. Ja. Waarom juist dan? Ja, dat lange zitten. Je krijgt echt van die enorme stalpoten. Als je dus 10 uh, uur moet vliegen. Dan kun je wel de hele tijd in het gangpad heen en weer gaan lopen. Maar dan worden die mensen natuurlijk die in jouw vliegtuig zitten ook een beetje on, uh, onrustig van. Um, maar dan merk je al van, daar, daar, dat, dat is heel veel interstitieel hè, tussen de weefsels, de vochtophoping, uiteen, zoals ze het dan noemen, dat gaat allemaal daar zitten. En dat, dat duurt natuurlijk lang voordat dat dan weer weg is. Als je gaat bewegen, gaat het ook wel weer weg. Als je dat een beetje kunt voorkomen, gewoon door compressiekousen, dan heb je al soepelere kuiten. Als je daar aankomt, dan dat je al uh, met van die uh, hele stijve poten daar komt. Ja. Doen jouw atleten het ook? Raad jij het aan bij ze? Als ze lang moeten reizen, wel ja. Doe je het zelf ja. ook als jij uh, <coughs> gaat vliegen ja. of zo? Ja? ja, als ik nu zeg maar als ik naar Tokio vlieg, uh, dan, dan trek ik die dingen wel aan als ik in uh, Amsterdam het vliegtuig stap. Ik zit even te denken, misschien een domme vraag, maar ja, dat bestaat niet. Waar, waarom uh, eigenlijk alleen de kuiten? Zijn het juist die spieren die je zo gevoelig voor zijn? Of is dat gewoon de zwaartekracht? Dat zijn de laagste grote spiergroepen waar het het meeste effect op heeft? Of? Ja, dat is wel met name de zwaartekracht. Als je zit, hangen je onderbenen omlaag, hè? Ja. Dus daar krijg je dan het meeste, zeg maar, opstapeling door de zwaartekracht. Uh, en je bovenbeen is dan wat minder, maar praktisch gezien, als je dan een Hebt die, die die kunnen ze ook gewoon maken over een heel been? Ja, dat is helemaal niet aan te trekken, nee, precies. Kijk, dat je krijg je niet meer aan. Mee, je... Oké, okay, maar, dan... maar je hebt ook, kijk, je hebt ook naast die kousen uh, die compressie geven, heb je ook van die hele grote opblaasdingen. waar je met je hele benen in kunt. En dat is ja, dat dit is wel iets anders, maar dat geeft ook compressie op je benen. En dat is een soort, nou ja, personal uh, massage uh, masseur die dat uh, eigenlijk op luchtdruk dan doet. Maar dat geeft wel aan, dus echt zo want ik heb hem nooit aangehad. Ja, jij wel, maar jij van nee, de ja, Lidl. Nee, dat is niet waar. Nou, dat is nog een van mijn vragen. Ik vertelde in het begin van de aflevering. Eh, ik heb een beetje onder druk van, nou ja, heel veel mensen hebben. Dat moet ik dan ook een keer bij de Lidl voor 6 euro eh, van die hoge sokken kopen. Waar, waar, hoe herken je oh, ja. goede compressiekousen, zeg maar? Waar moet het aan voldoen om te werken? Een hele simpele is eigenlijk als je je compressiekousen hebt gekocht. Ja. En je trekt ze aan. En het kost echt werkelijk helemaal geen moeite om die aan te trekken. Nou, dan heb je geen compressiekousen gekocht. Nou, dan heb ik geen compressiekousen, maar gewoon hoog elastische sokken. Maar ja, is, een, ja, ja. is een heel strak triathlonpakje of een strakke wielrenbroek is ook een beetje compressie, toch? Of denk je nou, nah, uh, dat kan je niet ja. vandaan halen? Homeopathisch. Ja, oké. Okay. Ja. Homeopathische compressie is het dan. Ja, ja maar je hebt, je hebt, bij die kousen heb je echt um, een millimeter kwikdruk. De druk die ze dan van buiten opgeven. Hè? En, en bij echte elastische kousen is dat bijna niks. Nee, dan weet je. En, dat, en dat merk je natuurlijk als je de commercie hebt, dan, dan gaan die wel mee op de um, de dingen die, die de echte compressiekousen voor elkaar hebben gekregen, wat in studies is bijvoorbeeld onderzocht. Um, maar die, ja weet je, die, die nepkousen, die, ja, die denken, oh nou, dat kopen mensen ook, want dat zijn compressiekousen. Maar ja, die doen natuurlijk veel minder. Precies. En nou is toch nog even nog een keer mijn vraag aan jou. Hoe herken ik nou het verschil tussen de nepper en de echte? Nou, een al, het moet dus super moeilijk aangaan. Zijn ja. er nog andere dingen waar ik op kan of moet letten? Ja, het is puur de, 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 de elasticiteit. Hij moet heel stug en heel strak zitten. Als je ze aantrekt dat je denkt: goh, dat zit strak, jongen. En met name, als je, daar kun je niet nog eens even een hand tussen steken omdat er even, om, om hem goed te trekken of zo. Dat moet niet kunnen. Hè? Dus als je, dus je makkelijk nog eens even met je handen of je vingers erin kunt, ja, dat, dat kan bijna niet. Nee. Oké, okay, dat is een goede indicator. En dan ja. ben ik inmiddels gewend om ook altijd even de andere kant te pakken. Als we namelijk hier bijna iets tot zinvol gaan verklaren, wil ik u nog ook even weten: uh, zijn er nog risico's? Is dit alleen maar baat het niet, dan gaat het niet? Of moet ik nog ergens mee opletten? Je noemt al even: gaat er niet mee slapen? Want de horizontale positie dat heeft geen zin. Nog andere dingen? Kan ik ze? Kan ik overdosis nemen? Kan ik ze teveel dragen? Ja, te veel dragen. Het is niet dat je er daardoor iets. Ja, de, de, precies, kan er iets uh, kapot? Of? Nee, dat niet. Nee. Nee, dat niet. Kijk, de, in het dagelijks leven, mensen die uh, trombosebenen hebben gehad, die moeten die dingen altijd dragen, het leven lang. En dan ook niet s'nachts, maar dan, dan gewoon overdag. Dus ja, daar zit niet iets in, maar comfortabel is het niet. Dus dat gaat echt niemand uh, de hele, elke dag uh, dragen omdat oh, het zit zo lekker zit. Hmm. Helder. Nou, ja. ik ben er bijna. Ik heb nog één groot onderwerp wat wij even open hadden tijdens het ons gesprek net. En dat is even topsport. Kijken we graag naar met jou ook. En opeens kwamen we erachter: goh, zijn er eigenlijk topsporters die dit tijdens de wedstrijd dagen? We dachten aan onze marathonlopers, wielrenners. Ik denk in de twee applicaties die jij net vertelt, herstel bevorderend sowieso niet. Maar is er nog een functie tijdens de wedstrijd of de race? Ja, bij wielrennen mag het niet. Nee. Het mag niet. Jullie nee, hebben die, die hele dis, de discussie over de soklengte gehad. Jullie kijken nee, nee, mij aan. Ja, weet ik veel. Ik ja, heb jullie daarvoor. Ja, ja, het is uh, vorig ja, jaar. Lange kousen ik? mag niet, man. Je mag nee. niet zo'n hele lange kousen. Want anders dus zou het wellicht wel interessant zijn voor ze. Nee, dat zijn, dat zijn van die maffe regels van de UCI. Die bekijken het meer aerodynamisch. Of bij de UCI weet je nooit waarom ze dingen wel of niet afschaffen. Maar duidelijk, ja. de soklengte, die, die mag tot halverwege volgens mij de kuit komen. is netjes uh, naar gekeken. Op een gegeven moment kwamen ze met te lange kousen. Dat wilden ja. ze niet. Dat is gewoon de, ja, hoort niet bij de sport. Iets dergelijks. Maar bij trinitlon zie je ze natuurlijk wel vaak. Ja. Um, maar, dan alleen, maar dan zonder de voeten, de tubes zie je dan. Want dat is natuurlijk praktisch ook weer gezien. Um, als, je daar, uh, als je die moet aantrekken als je voeten nat zijn... Nou, dan kun je, kun je dat helemaal stoppen. Want dat krijg je echt bijna niet meer aan. Mm -hmm. Dus dan zou je ze dus uh, voor de start al aan moeten trekken. Maar ja, dan mag je niet meer zwemmen met sokken aan. Want dat is weer verboden. Mm -hmm. Dus daarom hebben ze tubes, dus zonder voet. Ah, dat is wel een leuk feitje. Ik wist ik eigenlijk niet, want ik dacht... Dan, waarom zou je een zonder voet doen... Maar dat is dus omdat ja. je dan wel met triathlon... ...je schoenen kan wisselen en uh, ja. En is dat, dat is dus tijdens een wedstrijd... ...is dat een aanrader? Ja, als je echt lange afstanden gaat doen... ...neem ik aan dan. Ja, nou ja, kijk het is meer van... Um, ...als je er baat bij hebt... ...met hardlopen... Hè, ...dat je denkt, nou weet je... ...als ik die dingen draag heb ik gewoon minder last van... Um, ...zere kuiten... ...na zoveel tijd, bijvoorbeeld. Ja, dan, dan zou ik het wel doen... Zo, uh, moet je het gaan doen omdat, omdat er van gezegd wordt dat je er uh, beter van zou kunnen presteren tijdens uh, uh, een triathlon, dat je harder loopt? Ja. ja. Dat, dat, dan zou ik het niet gaan doen, nee. Want... Nee, hè? Nee, ja, nee, want onze ja, wetenschapsjournalist ja, dat... heeft al de wetenschappelijke artikelen aangehaald. die hebben bewezen ja. dat dat niet zo ja, is. Precies. Nee. Dus het is meer nee. een gevoelskwestie, wat je zegt inderdaad. van als je er goed bij voelt, prima, doen. Ja. Nou ja, met trouwens, mag je ook niet. Dan moet je ook pas later in um, bij het zwemmen mag je die dingen niet aan hebben. Dat is het gewoon, hè? Nee. Totaal niet. Nee. Dus allemaal kan je pas bij kan. heeft dat te doen? maken met de uh, watertemperatuur? Ja, ik zat hier even te graven naar. Als nee, we ja, 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 met als het je... wetshoed is mag het wel, als het niet wetshoed is, toch? Ja, dat, het, het kan een soort, weet je, het kan een soort drijfvermogen genereren. Ja. Wat, wat dan uh, uh, een voordeel zou kunnen zijn voor mensen die die dingen dragen. Dus ja, daarom mag het niet. Maar onder het wetshoed volgens mij wel. Nou ja, zoeken wel op. Ja. Ik, ik dacht dat was, als je race mag doen, dan mag je wel ook uh, tubes aan, toch? Maar ja, die ma ja. mag ja, je dan het bij het fietsen al. aanhouden? Ja. 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 Ik zie Guido knikken. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Dus het heeft te maken met de watertemperatuur. Dus uh, Guido. Of, uh... het niet. Dus Gerrit, wij gaan jou zien. Met, uh... <laughs> ik, ik weet nog niet hoor. <laughs> Rode nou, ik hoop dat ik straks ik weer stelkijken. lekker uh, de hele wereld over mag vliegen. Uh, dan uh, neem ik nu toch mee dat ik geloof ja. ik toch wel moet investeren in een goed paardje, lekker in het vliegtuig. Uh, dan, uh, dan doe ik dat maar. Mooi. Guido, hebben we dan het hele onderwerp compressiekleding genoeg ontkleed? Je kunt overal compressie op aanbrengen. Ja. Um, maar ja, je ziet ook wel die armstukken. En, en, en soms nog in de bovenbenen. Ja, soms kan je heb ik ook wel ik heb die dingen wel eens gedaan en ik kreeg het er eerder kouer van hè, dat dat ook sneller je, eh, je, je warmte afgaf te veel waardoor je eigenlijk eh, eerder te koud kreeg doordat je dat droeg dan dat het eh, eh, nog lekker was oké okay, dat is ook wel interessant natuurlijk ja, want ja. dat is misschien, weet jij dat, we hadden het over namelijk de, de positiefste effecten die op herstel zijn gevonden, zijn eigenlijk voor, voor kracht gevonden. Maar dan ga je, en bij krachttraining, weet jij of mensen in de, 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 in de krachtschool, de, de mannetjesputters, daar die dingen al dragen, of doen ze dat inderdaad ook allemaal na afloop dan? Weet jij dat? Ja, in die zin zit ik ook niet. Nee, nee wij ook niet. Hé, ik hoor een Sorry. haakje, jongens, voor een stukje luisteraars- en kijkerinteractie. Kijk, iemand die graag traint. Nee, misschien uh, weten jullie wel, uh, ken je iemand of ben jij iemand die traint met compressiesokken of armstukken in de sportschool? Dan uh, horen wij graag van jou, maar we horen ook van iedereen die nog wat aan te vullen, op te merken of te vragen heeft naar aanleiding van dit onderwerp compressiekleding, met name compressiekousen. Uh, Rooie? Nee, ik ben van de rode schoenen. Ik hoef geen rode sokken. Anyway, als je een leuke sok hebt of een leuke kortingsdeal, laat het ons weten via het slimme Podcast. Dat kan op uh, Twitter en Instagram. Of uh, je kan even reageren op de webpagina van deze aflevering op onze website www.slimmerpodcast.nl. Um, of je kan naar uh, mailen, naar post. @slimmepodcast.nl slimmerpodcast.nl En om de zoveel tijd roep ik het nog maar eens een keer. Vrienden van de show. We begonnen de aflevering mee. We sluiten ermee af. Word vriend van de slimmer presteren podcast. En help ons de zomer door. Via www.vriendvandeshow.nl Slash podcast Het zou het heel mooi vinden. Om een leuke bijdrage. En jou toe te voegen aan het legioen van vrienden van de show. Guido, dankjewel weer. Hey Guido. Ja, tot volgende week. Yo. Yo. Hey. Tot volgende week.